Deze nieuwsuitzending is gewijd aan de figuur Maarten Luther. Ik ben niet zo'n heel... Ik weet niet alles in detail of zo. Daar ga ik het niet over hebben. Ik weet wel wat. En die dingen die ik ervan weet, plaats ik dan een beetje in een context en... Je hoeft ook niet alle jaartallen precies te weten van hij was toen daar en toen daar. Er is een film over zijn leven gemaakt. En ik heb net een Skype gestuurd naar Jurg. Met als check of dit de goede is. En anders krijg ik van hem de correcte link. Want hij heeft mij destijds een link gestuurd van een film van Maarten Luther. En ik dacht dat het deze is die ik nu in beeld heb. Dat checken we even bij... Herr Jörg Liesman. Jörg weet heel veel van geschiedenis. Ja. Maar die houdt zich bezig met andere dingen. Meer voor het publiek wat al vrij veel weet van het een en het ander. Ja. En dan kan je zeggen dat ik mij meer richt op de leken. Kijk, waar het om gaat is dat, dan pak ik hem heel eind terug, je hebt een fenomeen en dat heet Babylon. Dat is een fenomeen, gekoppeld aan de stad Babylon. Het is niet alleen eens een stad, het is een fenomeen. In het... Even kijken hoor. Pak ik even de King James erbij. Want als je het hebt over Babylon... is maar één boek... waarin Babylon bij zijn wezenlijkheid wordt genoemd. En dat boek heet de Bijbel. En als ik dan zoek naar... Babylon... has fallen. En waar staat dat dan? Wacht. Revelation 14. Punt, 14. Punt, Revelation hoofdstuk 14. Vers 8. En Revelation, dat is het jaar 100. Van onze jaartelling. Het boek Openbaring, geschreven door Johannes op het eiland Patmos, waar meneer naartoe verbannen was. Er staat ook een Jesaja, zie ik nou staan. Jeremia. Babylon is, het begint er al mee, de toren van Babel, toch? Het heeft ook te maken met Babylon. En Babylon, dat kennen wij in de geschiedenisboeken, staat dat ook. Ik heb zelfs een boekje in mijn bezit gehad, het ging over Babylon. Maar dan vanuit geschiedkundig... geschiedkundige optiek heeft het niks te maken met het fenomeen. En in dat boekje, ik ben het helaas kwijt. Sommige boekjes vind ik het echt jammer dat ik ze kwijt ben. Dus ik heb heel veel boeken gehad, maar ik heb hier maar, denk ik, van alle boeken die ik in mijn bezit heb gehad, heb ik denk ik 10% over. Misschien nog wel minder. En van ja, die 95% die ik ooit in mijn bezit heb gehad. Dat maakt me echt geen donder. Maar dat boekje over Babylon, dat vind ik wel erg jammer. Ook mijn boekje van Tsernika over entropie, daar ben ik ook kwijt. Daar bepaal ik ook van. En de Dhammapada van Boeddha ben ik kwijt. En de Tao Te Ching van Lao Tse ben ik ook kwijt. Die laatste twee die zijn gejoept door de moeder van mijn kind. Ergerlijk.
Zij leest die boeken helemaal niet. Anyway, dat boekje van Babylon. Babylon heeft echt bestaan. Er is een foto van een bushalte ergens in Irak of zo. Halte Babylon. Een fotootje uit de jaren 30. Van de vorige eeuw. De laatste heerser van Babylon heette Hammurabi. Heel treffend is dat een anagram, bijna, van Abraham. Hammurabi is een anagram en dan moet je de klinkers weglaten. Dan hou je precies die letters over die ook in Abraham zitten. Als je daar de klinkers van weglaat. En alleen de medeklinkers. En hoe dat dan precies in elkaar zit, hoe die Hammurabi, daar is wel van Hammurabi bekend dat het een, ja, dat was een soort Saddam Hussein van die dagen. Echt geen leuke heerser. Die bedroog iedereen. Dat is Babylon als stad. En het fenomeen, dat wordt dus hier in de Bijbel uit en daarna benoemd. In het boek Revelation, dat is het jaar 100. Ja, Babylon, dus die heerser van Hammurabi. Pak je er ook even bij. Ja, ik dacht dat je het over Martin Luther zou gaan hebben. Ja, ik plaats hem even in de context. Hammurabi. Want anders snap je er niks van. Hammurabi. Dat was ook een videogame. Daar staat hier Hammurabi. Dat is, van 1810 voor onze jaartelling tot en met 1750 voor onze jaartelling. Was de zesde koning van de eerste Babylonische dynastie. Even kijken. Was dacht ik ook de laatste. Dat stond in. Ik was in die dagen dat ik nog woonde bij de moeder van mijn kind en dat kind in huis. En die vrouw die zat overal over te kankeren, dat maakt echt niet uit. Toen ik nou. Ik stopte met roken, want daar zat ze altijd over te kankeren. En toen ik gestopt was met roken, ging ze over iets anders kankeren. En toen denk ik, ja, ik kan net zo goed weer beginnen met roken, want ze kankert gewoon toch altijd. Dat ze te kankeren over mijn conspiracy series en zo. Ja, dan moet je maar eens een officieel geschiedenisboek gaan lezen. Ik had zij dus een geschiedenisboek van haar middelbare school. Dat begon met Hammurabi. Hammurabi bestond. Dat is Babylon. En Babylon. Dat hier ook in, hoe dat eindigt, dat rijk. Babylon, definition, Babylonian, even kijken, Babylonian Gods, Babylonian. Nou, even gewoon Babylon zelf, Babylon. Ja, Babylon was, op zijn Engels, Babylon was a key kingdom in ancient Mesopotamia, from the 18th to the 6th centuries before Christ. Dus 600 jaar voor onze jaartelling was Babylon afgelopen. En dan heb je die uitspraak van Johannes die dan zegt: "And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication." Hier zou je een punknummer van moeten maken. Net als die andere teksten. By the rivers of Babylon,
There we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion. Komt regelrecht uit de Bijbel. And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Ja, onheilspellend of niet? Hè? Pakken we even de Statenvertaling erbij. Wat zou daar dan staan dan? Kijk, wat dan nou? Oh, even uit, maar er was dus Openbaring 14 vers 8. Ik heb het net weer even weggeklikkerd. Oké. Okay. Een mooie website hoor, van de Statenvertaling. Openbaring. 114. Klik. Vers 8. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen. Zij is gevallen. Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des torens hare hoererij alle volken heeft gedrenkt. Oh, wat mooi. Ik lees het nog een keer voor. Dit is de Statenvertaling, hè? We pakken even voor de zekerheid de NBG erbij. Kijk, we hebben het over Maarten Luther. En als je het over Maarten Luther hebt, heb je het over de Bijbel. Dus dan kan je hoog springen, dan kan je laag springen. Maar zo is het. Als we dan bij 2 voor 12 zeggen, dat zoeken we even op. Bij mij. 17, 14. Openbaring 14. Ja, hier staat toch iets anders weer, hoor. Maar goed, hier staat in de NBG staat. En een tweede engel volgde, zeggende, gevallen. Gevallen is het grote Babylon. Dat van de wijn, van de hartstocht, in plaats van de wijn des torens, van de hartstocht zijner hoererij, al de volkeren heeft doen drinken. Ja. Nee, dan vind ik de Statenvertaling toch leuker. Of leuker. Krachtiger. Nog een keer. De Statenvertaling. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen. Zij is gevallen. Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des torens hare hoererij alle volken heeft gedrenkt. Ah, die vind ik toch krachtiger. En dan even terug naar de King James. Werk een beetje mee, computer. Ik ben hier de baas. Oh, nee. Ik heb hem al, Ja, ik maak het zelf. Hoe lang kan terug? De NBG kan weer dicht. Ik ga mij binnenkort, als ik hem weer een beetje, als de Heilige Geest met me is en ik weer een beetje poen heb, dan ga ik een Statenvertaling aanschaffen. Ja, ik kan het natuurlijk lekker op het web. Okay, dat is best een mooie site ofzo. Maar het leest niet zo lekker. Je kan er niet lekker in bladeren en je kan er geen aantekeningen in maken. Dat is wel jammer. Dat kan dus niet op het web. Dan pakken we even nog de Engelsen erbij. 1611, hè? King James. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication.
Wrath is toorn. En fornication is hoererij. Even checken, ja? Pleuren we de hele boel in de translate.google. Ja, we hebben het over Maarten Luther. Don't you hurry. English. English en dan niet naar Latijn. Oké, ik heb van Jurk bevestiging gekregen. Mooi zo, dan gaat die film gaan dromen. Dutch. Ja. Hier staat dan translate.google. Dat is een beetje lelijk. She made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Dat staat hier in het Nederlands volgens translate.google. En er volgde een andere engel zeggende, nou dat is correct, Babylon is gevallen, die grote stad, klopt ook nog steeds, omdat zij alle volken heeft gedronken van de wijn. Nou, dat klopt er niet. Heeft gedronken. Dat moet staan omdat ze alle volken heeft laten drinken. Of ze heeft ervoor gezorgd. Ze heeft ervoor gezorgd dat alle volken dronken van de wijn. Van de woede. Van haar hoererij. De hoererij van Babylon. Babylon is dus vrouwelijk. Dat is een fenomeen waar het hier om gaat. Want in het jaar 100, toen Johannes dit schreef, was Babylon al 6 eeuwen weg. Die stad was al 6 eeuwen weg. Bestond niet meer. En Revelation gaat over de toekomst. Met andere woorden, de stad Babylon was ten tijde van Johannes van platen staan. Maar het fenomeen was er nog. Er is een boek geschreven door... Ja, Jurk weet dat weer gelijk wie die auteur is. En ik weet, ja, ik ga niet, nou, ik wil wel een gokje doen... Dat maakt niet uit. En op zijn Engels luidt die titel The Two Babylons. De twee Babylons. Op zijn Duits heet dat Van Babylon naar Rome. Wat we nu Rome noemen, het Vaticaan is dat dus. De stad op de zeven heuvels, weet je nog? Rome. En daar midden in Rome, daar heb je het Vaticaan. Dat is Babylon. Babylon is springlevend. Dus nu weet je wat Rome is. Dat komt dus uit Babylon. Via Griekenland is dat gegaan. Dan moet je eigenlijk de inhoud van het boek kennen. Ja goed, maar Jurk is alles zo voor je... Stuur Jurk een keer zo'n berichtje onder zo'n videootje van hem. Je kan het gewoon in het Nederlands doen. Hij kan Nederlands. En dan vraag je te vriendelijk van... Ik hoorde van Perry van dat boek van... Van Babylon naar Rome. En wie heeft dat ook alweer geschreven? En waar kan ik die pdf vinden? Misschien dat ik hem zelf ook kan vinden. Ik ga het nu niet opzoeken. Walter Veit, die staat ook onder deze uitzending. Dat zijn een van zijn filmpjes. En dan via dat ene filmpje kan je klikken op... Het zat ook weer Amazing Discoveries, dacht ik. Dat is de naam van het kanaal. Vind je meer, dan krijg je nog meer info over de connectie tussen Babylon en Rome.
En hoe dat wonderwel correspondeert met de inhoud van het boek Openbaring van Johannes. Nou, nu naar Maarten Luther toe. Maarten Luther die werkte als priester voor Rome. Met de beste bedoelingen. En hij kwam erachter dat er een discrepantie zat tussen de daden van Rome en het woord van God. Te weten, de Bijbel. Daar was hij niet de eerste in, by the way. Er zijn mensen geweest in... Kijk, ik pak het er nog eventjes bij. Je hebt die man, die heette Wycliffe. En dan heb je het over de Wycliffe Bible. Wycliffe Bible, John Wycliffe. Even kijken. Dan. Of daar de... Bij de Wycliffe's Bible, Babel, sorry. En dat is geschreven in Middle English. En die zijn geschreven onder de aanwijde directie. Wat is dat? Direction, hoe zeg je dat? Het bestuur, moet je misschien zeggen. Van John Wycliffe. En die verschenen in een periode van ongeveer 1382 tot 1395. Nou, Maarten Luther is van 1511. Dus die was van na Wycliffe. En dan heb je nog die man en die heet Jan Hus. Die kwam, dacht ik, uit Tsjechië. Gaan we even kijken of ik gelijk heb. Jan Hus en dan Reformation of zoiets. Jan Hus. Church. Jan Hus, Bible Translation. Bible Translations into Czech. Yep. Dat is gedurende de 14e eeuw. Dus ook dat is de tijd van Wycliffe. Ja. En Jan Hus is ook voorafgaand aan Maarten Luther. En zo zijn er nog meer hoor. Ik heb er nou twee die ik dan zo kan ophoesten. Maar er waren nog meer mensen. Even kijken, Erasmus is er ook een. Dat is onze eigen Erasmus. Erasmus. Wat voor mus? Nou, een Erasmus. Oh, kunnen die ook vliegen? Nee, dat zijn drijfzeisjes namelijk. Even kijken hoor. Erasmus Universiteit, ja, dit is helemaal niks. Erasmus Wikipedia. Wanneer leefde die? Oh, dat was in de periode van Maarten Luther. Dus geboren op in 1466. En overleden in 1536. Dus 25 jaar na de grote daad van Maarten Luther. Dus Erasmus was een tijdgenoot van Maarten Luther. Nou, ik hem toch heb, dan pak ik eventjes... wat zegt dan... Hoel over Maarten Luther. Hij was een Duitse professor, een leraar. Ja, leraar theologie, professor theologie. Hij was een componist, een priest en een monnik. En hij is geboren 1483... ongeveer, ja, en dan overleden in 1546. Ja, een tijdgenoot van Erasmus. Hij heeft Erasmus 10 jaar overleefd. Dus. Hij was ordained. Dat
Ik weet niet wat dat precies betekent, maar in de priesthood in 1507. En waar het allemaal om ging, wat voor hem het grote ding was, dat was dat de katholieke kerk, die had een... Jurk stuurt er even een dingetje. De katholieke kerk die had een ding en dat heet dan aflaten. Op zijn Engels heet het indulgences. Ja, het was een manier voor de katholieke kerk om geld te verdienen. Het had ermee te maken dat je kon dus een stuk papier kopen. Dus het was gewoon een stuk papier. Meer niet. En dat was dan holy paper, zullen we zeggen. En het had ook nog een keer, juridische waarde. Er is een verhaal, en dat kan ik niet bewijzen of zo, dat het echt waar is, maar er was iemand en die ging naar de priester toe en die zei van ja, ik ga binnenkort een misdrijf plegen en kan ik alvast een aflaat van je kopen. Nou, dat kon namelijk ook. Dus dan kon je van tevoren een aflaat kopen. Nou, dus ging je iets, normaal gesproken was het zo, jij was stout geweest en dan betaalde je de katholieke kerk en dan kreeg je zo'n brief. Ja, het is gewoon een stukje papier, maar het had dus waarde als je voor de rechter werd gesleurd. In die zin was het een waardevol document. En de grap was dan, nou, ik weet dus niet of het waar is hoor, maar als anekdote is het wel leuk. De grap was dat dat misdrijf wat hij ging plegen, dat behelste het overvallen van een postkoets. Postkoets, ja. Waarin de kist zat met de opbrengst van de aflaten. Want die aflaten, dan mocht zo'n priester, die mocht daar 10% of zo van houden. Voor zijn eigen genuchten. En de rest moest op de postkoets naar Rome toe. En toen werd hij gearresteerd, die man. Ja, en die liet zijn aflaat zien. En toen zei de rechter, ja. Ja, dan spreek ik je bij deze vrij, want... dat is zoiets. Komisch verhaal, vind je niet? En Jurk wil graag meedoen over Maarten Luther voor leken. Zal hij best wel leuk vinden. Hou ik deze als intro, Maarten Luther, uitgelegd voor leken. Weet je, het grote plaatje. En dan doen we de tweede met Jurk erbij. Die weet nog veel, ja, die weet echt heel veel. Ja. En merk je ook aan mij, dat ik moet al die data opzoeken en al die zieken. Ieder zo zijn ding, snap je? En in de tijd van Maarten Luther werd er de boekdrukkunst uitgevonden. De Engelse term is movable type. Dat te maken met lode lettertjes. En die kon je dus schuiven op zo'n letterbalken of zo. Moet je in spiegelschrift dan natuurlijk. Hè? En dan kon je kadons. En dan kon je enorme... oplages meehalen. En daarvoor hadden ze ook wel iets wat erop leek. Het was dan blokdrukkunst. En dan namen ze een stuk hout en dan gingen ze dat helemaal uitbeitelen. En dan maakten ze lettertjes van. En nou, in dat hout dan. Hè. Al dat overbodige hout werd dan weggehaald. En dan hetzelfde idee voor de rest. In spiegelschrift de boel wegbeitelen. En de inkt eroverheen kladderen. En dan een stuk papier erop. Maar omdat het hout was, sleet dat. Dus dan kon je maar zoveel exemplaren maken. En dan kon je die stempel, die kon je daarna weggooien. Terwijl met dat movable type, dus die verschuifbare looie lettertjes, ja, die gingen heel lang mee. En als je dan 500 pagina's had, of 1000, dan kon je al die lettertjes eruit halen en dan maakte je een nieuwe pagina. Vandaar movable type.
was toen nog in Nederland. Was het een gebruik dat mensen in een woning hadden zijn letterbak. Maar vroeger lagen al die lettertjes in zo'n letterbak. Dan had je de uppercase, dat waren de hoofdletters, dus de bovenkant van de letterbak. En de lowercase, dat waren de kleine letters. Die woorden bestaan nog steeds in het Engels. Uppercase, dus hoofdletter, en lowercase. Kijk maar in je tekstverwerker. Nou, en toen die boekdrukkunst, en dat was dan... Nou, dat irriteert me nog even. Nou, dan ga ik hem toch even opzoeken. Kijk, met jurk erbij, die had het gelijk geweten. Even kijken hoor. Invention. Movable type. Movable type. Movable type. Het is toch die Duitser? Ja, Gutenberg natuurlijk. En in welke stad was het ook alweer? Het lijkt een beetje op Wittenberg, waar Martin Luther zijn 95 stellingen had gespijkerd. Even kijken hoor. Hij heeft er ook een Bijbel mee gedrukt. De Gutenberg Bijbel. Maar zat hij niet in die Duitse stad? Nou, dan moeten we maar wachten. Ik ga samen met Jurk ook nog een dunnetje zelf doen. Ik kan me lekker van al die details af. Kan ik ook mooi geen fouten maken. Ja, daar mag jij dan verder gaan invullen. Maar het is samen met die uitvinding van de movable type. Ja, toen stootte het protestantisme, dat een protestbeweging was tegen de katholieke kerk, dat stootte door. En toen begon het grote protest. En dat werd gevolgd door die beeldenstorm. Hè? Dat ze die katholieke kerken helemaal gingen slopen. In ieder geval die beelden slopen. Ja, dat is een regelrechte overtreding van het tweede gebod van Mozes. Punt. Gij zult u geen beeld maken. La, 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 en daarvoor knielen. Marco, die Bijbelcriticus. Atheist. Die zeggen, ja, van de Bijbel mag je dan niet eens, als iemand je de weg vraagt, een tekeningetje maken in het zand. Van hier ligt dan de grote bioscoop en dan moet je niet dat eerste straatje hebben met die snackbar. En dan moet je dat tweede straatje hebben daar. Dat mag niet eens van de Bijbel. Ja, dat mag wel degelijk van de Bijbel. Je mag geen beeld maken en daarvoor knielen. Dat staat er. En wat doen die katholieken? Nou, die knielen. Dat is Babylon dus. Die knielen voor een beeld. Dat is een mooie intro dit, vind je niet? Helaas is dat... Ja, dat protest... Het is er niet echt meer, hè? En hoe dat nou gekomen is, dat weet ik niet. Kijk, je ziet zoals het CDA, hè? Het Christendemocratisch Appel. Dat is dan de ChristenUnie. De anti... Wat is het weer? Anti-revolutionaire partij of zo. Dat is ook een christelijke hap. En de Katholieke Volkspartij. Dan denk ik, ha 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 ha. En dat gaat dan in één partij zitten. En noemt zich dan Christendemocratisch Appel. Terwijl de katholieken, dat zijn helemaal geen christenen. Dat is Babylon. Ja, dat moet ik zeggen dat al die SS'ers, dat waren allemaal Joden. Nee, die SS'ers zaten die Joden onder... Dat snap je toch wel?
is niet een klein verschil tussen katholicisme en christendom. Nee, dat is net zo'n groot verschil als tussen die SS'ers die die kampen bewaakten en die mensen die daar onvrijwillig naartoe waren gebracht. Omdat ze af en aan Joodse afkomst waren. Dus die Joden gingen naar die kampen toe en die SS'ers ook, maar ze hadden een verschillend doel, snap je? De katholieken die gebruiken de Bijbel om de boel te onderdrukken en de christenen gebruiken de Bijbel om zich te bevrijden. Een hele andere insteek van het gebruik van de Bijbel, snap je? En ons protestantisme, of de reformatie, heet dat ook wel. Maar dat is niet meer. Het is ook niet helemaal weg. Maar het leeft niet meer echt onder de mensen. Tenminste in mijn omgeving niet. Jörg Liesman is een protestant. Die protesteert tegen die gekke kerk. Tegen Babylon. Hij wel. Ja, die zit hier 200 kilometer vandaan. Als het niet verder is. Nee, verder 230 kilometer. En ja, een paar maanden geleden, toen het zo heel ontzettend heet was hier in Nederland. Had ik gezegd, we zien augustus of zo. Ik ben café de wacht op het terras. En er zat een man naast mij, een oudere vent. En die citeert iets uit de Bijbel. En ik kijk hem zo aan. Hij zegt, jij bent een protestant. En hij is zo ginneke. Hij zegt, ja. Ik zeg, wat voor soort protestant dan? Nou, zei hij, gereformeerd. Ja. En toen begon hij heel enthousiast te vertellen. Ja, vroeger gingen we 2 keer per dag gingen we naar de kerk. Een keertje 's morgens en dat was niet genoeg. En dan gingen we 's avonds nog een keer. Hij zei, elke zondag was dat feest. Hij zat er met zijn big smile zat hij erbij. Ja, dat is gewoon een echte ouderwetse, regelrechte protestant. Elke zondag 2 keer protesteren. Dat waren nog eens tijden, weet je. Zo sprak hij erover. Heel aardige vent. En die zat er dan met 4 kornuiten. Die waren dronken, jongen. Ja, dat maakt mij niet uit. Dat maakt mij nog een donder uit. Dat maakte hem ook niet uit. En terecht. Heb je er ook geen zak mee te maken. Als die kerels willen suipen, gaan ze wel lekker suipen. Ze betalen toch voor hun bier? Nou dan, mond houden. En er eentje die was dan echt heel erg dronken. Die zei, hoe moet ik thuis komen? Ik zei, waar woon je dan? Nou, zei hij, in Rijnwijk. Ik zei, nou, dan kan je er naartoe kruipen. Is dat nou? Met 2 kilometer lopen. Nee, iets minder denk ik. Dan moest hij ook lachen. Maar hij is gewoon naar huis gelopen natuurlijk. Nou, je gaat geen taxi bellen om vanaf Café de Wacht naar Rijnwijk te komen. Rijnwijk is een leuke plat Arnhems buurtje daar bij de Rijn. Gebouwd voor de arbeiders van die dagen. Ja, dat is een leuke avond. En leuk dat ik die protestant, die protest. Het is geen tante van de protest of zo. Protestant zeggen we dan. Protestant. Protestbeweging tegen de kerk. Tegen Babylon dus. Dat hebben wij mooi te danken aan het 1-2'tje tussen Luther met zijn 95 stellingen. En Gutenberg. Dus 1450 kwam de Gutenberg. Die uitvinding. 1450. Dus 61 jaar later kwam als het ware Maarten Luther in een gespreid bedje voor zijn 95 stellingen. En de rest wat erop volgde. Je hebt ook de Lutherse Bijbel. Die gaat dan tegenwoordig niet meer helemaal door voor de allerbeste. Maar daar kan Jurk, want ik ga Jurk vragen om deze lekenintroductie
in te vullen. Dan mag Jurk aan het woord. Met wat hij allemaal weet. Dat wordt leuk. Dat weet ik nu al. Wordt heel informatief voor jullie. Vrienden en vriendinnen. Of mag ik zeggen, broers en zusters. In de Heer. Want de waarheid is hetgeen dat naar boven komt. Babylon has fallen. Al het slechte gaat weg, namelijk. Alleen het goede blijft over. Ik denk dat ik genoeg verteld heb. Zo in wat ik er dan van weet. Voor de echte leuke details, daar komt Jurk dus voor terug. Die zal ik me ook aankondigen. Dan gaan we luisteren naar oom Kliesman. Dat vindt hij vast niet goed dat ik het zo doe. Maar voor jullie mag je hem best zo zien hoor. Een kundig iemand. Een welbestudeerd iemand. Hij spreekt Duits. Hij spreekt Engels. Hij spreekt zelfs Frans. En Vlaams. En Nederlands kan hij ook verstaan. Ah, wel. Ja, dat wordt een leuke samen met je. En dat het goede overblijft, dat... Dat staat niet alleen in de Bijbel. Er is een boek, maar nu ga ik afsluiten. Er is een boek dat is geschreven door Frank Tipler. En dat heet De Fysica der Onsterfelijkheid. Dat komt uit het Amerikaans en daar heet het The Physics of Immortality. Dat boek heb ik gelezen toen ik ontzettend depressief was. Was ik 32, heb ik gelezen op Ibiza tijdens een vakantie. Het is een vrij dik boek. Ik heb het te leen gegeven aan iemand en nooit meer teruggekregen. Dus. Maar dat vind ik niet zo heel erg. En dat zijn dan van die boeken waarvan ik denk van, nou ja. Wat ik onthouden heb is dat hij, de auteur, Frank Tipler, die begint halverwege het boek zich te verontschuldigen en zegt dan van ja, het wordt alleen maar, de rest van het boek gaat heel erg lijken op wat het christendom zegt. En ik wil dat jullie begrijpen dat ik dit niet schrijf vanuit een christelijk dogma met de Bijbel in de hand, maar dat ik nog steeds bezig ben met een exercitie in logica. En dat het gaat lijken op het Nieuwe Testament en alles wat erin staat. Ja, dat is nou maar zo. Maar ik zit hier niet jullie de Bijbel door de strot heen te douwen. Ik blijf echt als schoenmaker bij mij leest. Alleen het lijkt er zoveel op. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Dat volgt uit de logica. Dit zijn de woorden van Frank Tipler. Dat doet hij niet één keer in zijn boek, nee, dat doet hij wel 3, 4, 5 keer. Zo. En telkens weer verexcuseren, van ja, het was weer heel erg christelijk, hè, wat ik net zei. Maar ik heb het niet uit de Bijbel, ik heb het uit mijn eigen logica, uit mijn systeem. En zijn logica, die klopt. Het is wel speculatieve logica, maar dat mag hoor. Het is... Een tipje van de sluier op te lichten. Hij heeft een werk geschreven wat zou kunnen vallen onder extreem transhumanisme. De vraag is dan namelijk die hij zich stelt. Wat blijft er over als de zon is gaan groeien? Want als de zon... Dat is een als. Hè? Als de zon gelijk is aan een ster, dan weten wij dat de zon over
zoveel miljard jaar gaat groeien. En dan wordt het een rode dwerg. Dan denk je, oh, een dwerg. Ja, maar een rode dwerg is een heel stuk groter dan de zon nu. Dus dan wordt Venus Mercurius wordt opgeslokt. Dan wordt Venus opgeslokt. Dan wordt de aarde opgeslokt. En voordat de aarde wordt opgeslokt, is al het water al verdaand. En dan kan je nog eventjes in zoutmijnen je gaan verschuilen, maar dus, ja, de aarde wordt opgeslokt door die rode dwerg. Dan is het leven hier op aarde voorbij. En zou dan het menselijk bewustzijn kunnen overleven? Het is een denkexercitie, meer niet. En hij gaat dan uit van het best case scenario. Erg leuk boek. Het is geen waarheid, het is geen wetenschap. Het is speculatief. En hij komt uit op de waarheid van de Bijbel. De Bijbel is geen geintje. Maarten Luther heeft een enorme indruk achtergelaten. Ja, je kan zeggen, als Maarten Luther er niet was geweest, dan was er wel een ander ingedoken. Dat denk ik ook. Maar nu is het zo dat in onze geschiedenis het Maarten Luther was die op het goede moment het voortouw nam. Nou, en onder deze uitzending, daar heb ik, daar zat een linkje naar de film van Maarten Luther. Ik zou je willen vragen om die film te kijken. Het is een officiële keurige film. Met echte acteurs en een twee producers en een executive producer. En, een speelfilm. Kun je gratis kijken op YouTube. Helemaal geen kaartje te kopen voor die bioscoop. Ook niet je creditcard, hoef je ook niet te pakken. Je ideal, helemaal ook niet. Het is gewoon play. Sit back met een kopje rooibos thee. Kijk even die hele film. En dan daarna ga ik met Jurk. Gaan we Jurk even uitvragen. Uiteraard als Jurk eigen gaat kletsen. Oh, die klets wel even door. Dat is leuk hoor, hij heeft veel te vertellen. Nou. Op zijn hamburgers zeg ik vol van verwachting naar wat Jurk gaat eens meedoen. Dat vind ik hartstikke leuk. Vol van verwachting naar die uitzending met Jurk. En vol van verwachting wat jullie gaan vinden van die film over het leven en werk van Maarten Luther. Zeg ik tegen jullie op zijn hamburgers. Tjus en dag lieverds.